Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Harmony. Ik geloof Shiny dat ik de wereld kan redden. Altijd door mijn intro heen gaat hij al stoer doen met zijn intro momentjes, hè? Ja. Ja. Dit kan zomaar eens de laatste Nee, wacht, dat zei ik de vorige aflevering. Ga, jong. Jong, doe even normaal. Oh, had ik nu maar Flying Tag. Maar je hebt een Luftdisc. Oh, mijn Luftdesk is level 17. Oh, vergeten om rare candies te geven. Oh, wat doe ik? Naar een gras type. Nee, Sam, je bent heel slim. Oh. Ja, hij doet toch fighting type. Aanval. Dat weet je niet. Misschien heeft hij wel bug bite. Of break break. Breaking the break. Wel een goede aanval. Dat doet oprecht heel veel. Ik moet ook nog tegen de Heracross. Oh, dus dan hebben we wel hetzelfde gedaan. Dan is die Tro bij jou Mienfu. Nee, die Tro zit in een andere battle. Want ik heb ook een Tro gehad. Echt? Ja. Oh, dat was crit. Oké. Okay. Sandmode triggered. Wat doet Sandmode? Dat is je defense opeens tand toe hoog, geloof ik. Oké, okay, dat is op zich wel fijn. Crossing the Hera. Ik ben wel bang nu voor deze Heracross, want die heeft invested IV's in de dinges. Oh, dat is not very effective. Tegen ground. Sandmode. Oh, Sandmode gaat nu uit. Ja, omdat je weer boven half AP bent. Ik ga wel gewoon bulldoze. Ik hoop dan dat hij me niet killt. Als hij nog een keer crit krijgt, dan ben ik echt dood. Ik wil poison hem. Oh, dat was not... Speed fell. Oh, nee. Misschien moet ik niet... Ik heb zo'n cookie. Ik ga geen Hyper Potion doen, denk ik. Want dan ga ik onder Sam... Ah, dan ga ik nu ook. Ja, wat moet ik hier tegen doen, like legit? Hammer arm misschien? Nee, ja. Want dat is not very effective, want dat is een bug. Het is toch een bug? Ja, het is een bug. Type. Ik ben alleen een beetje bang. Hij doet altijd takedown als ik... Zeg maar... Sammo ben. Ik ben op psychic. Ja, als je... Als je Sammo bent, ben je psychic. Ja, maar ik heb geen psychic type, dus dat helpt niet zoveel. Nee, maar wel tegen zijn fighting aanvallen. Dus dan doet hij geen brick break. Daarom doet hij geen brick break. Mm-hmm. En daarom hoef ik daar ook niet bang voor te zijn. En kan ik gewoon habit doen. Haha, kijk. En habit is ook not very effective. Flinched. Nice. Headbutt spammen. Ja. Takedown is ook prima. Nou, het doet wel veel damage, moet ik zeggen. Ja, het doet ook veel damage. Maar dat wist ik. Maar dat kan ik op zich wel hebben, want dat kan ik met Super Potion, dan zit ik nog in de Sand Mode. Dus dan doet hij weer Takedown. Kut. Ah, dit wordt wel pittig. Moet ik nu... Ik denk dat ik eentje survive. Aan de andere... Oh, jij bent er al uit, ja. Dat is op zich ook wel logisch. Kut, sorry. Ik moet nu niet snel gaan doen, omdat... Nee. Rustig aan. Ik zit heel erg te twijfelen of ik dit red, zeg maar. Als ik nu Super Potion doe... Dan ga ik uit Zen Mode waarschijnlijk. Dan zit ik 90. Weet je, hij doet wel veel, dus ik probeer het gewoon hopen dat ik in Zen Mode blijf. Anders dan wordt het wel echt pittig. Pinmissel. Oh, daar ben ik wel blij mee op zich. Oh, nee. Want dat is super effective. Oh. Nee, niet nog een keer. Oh, lullig. De hele tijd deed hij dat niet, hè. De hele tijd deed hij dat niet. God. Nee, hij zag een kill met Pinmissel, denk ik. Jezus, 5 Pokémon. Hoe ga ik dit ooit halen? Kan ik... Steel is... Fighting is ook super effective tegen Steel.
Calm Ice Mind. Is super effective tegen Burk. Maar ja. Sander, mijn tegenstander deed Calm Mind. Ja, nou, jij gaat het wel winnen. Ja, als hij Break Break doet. Ja, ik heb wel hoge defense. Dus dat is wel een beetje. Heb ik trouwens nog. Hallo. Daar ben ik weer. Ah, wat was je? Nee, niks. Ik was mijn intro momentje vergeten uit te zetten. Ja, dan doe ik Icicle Spear. Hoop ik op de 5. Want het is super effective. 1, 2. Oh, ik hoef niet eens te hopen op 5. Ja, ik hoefde alleen maar te hopen op de 3 en dat kreeg die. Lekker, lekkering. Hit 3 times, baby. Daar had ik wel geluk. Als hij 2 times, dan was ik echt dood geweest. Maar ja, soms moet je risking to get the bisking hit. Oh, doet hij ook nog eens een bounce? Kan ik hem weer niet raken? Nou. Ik ga. Oh, ja, hij mist. Wel, ik nice. Ik kan wel Zigzagoon meenemen. Alleen het probleem is eigenlijk eventjes dat hij niks doet. Sander, wordt Muk de MVP? Ja. Echt? Dat denk ik wel. Ik hoop het zo erg. Oh, ik hoop dat hij weer bounce mist. Like, bounce is op zich niet heel erg eng, toch? Of zeg je het shield? Nee, het viel. Ah, wel als je geparalyzed raakt. Oh. Ik wist niet eens dat ik ook niet. Ik ook niet, Sander. Jordi gaat ons roasten. Ja. Nu zijn er weinig. De barbecue, want hij gaat ons roasten. Nu zijn er weinig mensen die bounce gebruiken, hoor. Toxicroak is kut, want Toxicroak is. Poison. En fighting. Dat is echt exact. Exact kut. Poison is namelijk super effective op. Die dude. En ik doe bijna geen damage met die dude. En Worm, dat is fighting super effective. Oh ja, ik moet wel weer candy, anders dan ga ik het echt nooit winnen. Sander, wat is super effective voor poison? Psychic. En wat nog meer? Laat me denken. Damn it. Ground. Ik ga risk it voor de biscuit met Worm. Ik weet het verder even niet. Zal ik hem zenden? Ik kan alleen even Psychic en Ground verzinnen. Of er is niks meer. En dat het klopt wat ik zeg. Kan legit ook nog wel zo zijn hoor, maar. Ja. Ik ga even Rare and Candy in. Oh, dit duurt echt lang. Wacht. Oké, Faint Attack. Dat valt mee. Laat me alsjeblieft met rood. Oh ja, Water Gun in deze gen is kut. Ja, ja. Nice. Ik doe dat ook weer. Kom op alsjeblieft, Hinter zijn toe. Ja, nee, hij avoid het, kut. Hij doet revenge. Oké, maar ik hitte hem nu niet. Nice. Sander, er zijn verdomme mogelijkheden, wacht. 38 mocht, hè? Ja. Hij doet revenge op niks, want ik deed niks. Ik moet die hardskill even van deze guy afhalen. Nu telt dat nog niet, want hij heeft nog geen één keer ingezeten. Ja. Maar hij moet dat wel even onthouden. Heb jij dat ook gedaan met je ding eigenlijk? Resonant Kiss. Gelukkig deed ik niet switchen. Switchen. Ik heb de hardskill van Lufthansa gehaald. Oh, oké. Okay. Slimpy boying. Dit is echt de gevaarlijkste gym voor mij. Met joke. Het is kut dat ik je fair alive ben, maar. Ik wil eigenlijk geen. Ja, dan moet ik Bugbite. Ja. Dan moet ik Bugbite gewoon wegdoen. Ja.
het enige wat ik kon verzinnen. Covet. Oh, maat. Zij is op tols, Je weet hoeveel damage dat doet, dus je weet of je het overleeft. Hoeveel doet zij op tols? 31 in zijn geval, want hij heeft een Pokémon voor het einde. Oh, werkt het zo. Ace power. Oké. Oh, dit is wel kut. Ja, dan moet ik... Voor Construct. Ja. Of voor Ingrain. Of voor Sleep Powder. Nee, niet voor Sleep Powder. Construct of Ingrain. Ik zou voor Construct gaan. Oh, Lucario. Kutzooi. Oké. Dat is in ieder geval fijn. Het enige waar ik mee zit... Hij heeft een Toxicroak. Daarvoor wordt het heel pittig om deze te gebruiken. Dus dat is even jammer. En dan... Is Ground super effective op steel? Ja. Ze hadden de type chart gewoon logisch moeten maken, want het is gewoon niet logisch. Was jij niet laatst die zei dat het eigenlijk best wel logisch is? Sommige dingen zijn logisch. Maar dit was niet logisch. Oh, en Swords Dance, dit wordt echt kut. Behalve als ik heel veel damage doe met Sandtoe, dan valt het mee. Ja, die Lucario ben ik ook nog wel bang voor. Ik deed niet veel damage. Vooral nu mijn ground type ook weg is. Echt balen. Ik durf ook. Als hij fighting move doet, ben ik dood. Maar ik denk dat ik wel in blijf. Hij doet metal sound. Oké. Oké, ja, ik moet wel. Ik ben echt heel bang. Legit, ik ben oprecht bang om deze ding te doen. Hij doet metal sound. Oké. Special defense gaat omlaag. Oké, dat is prima. Alsjeblieft, kill hem. En kom op. See! Oh. Wat was de eerste Pokémon? Oh, kut, ik heb al met haar gepraat. Oh, laat maar, maakt niet uit. Dat is niet heel slim. Ik heb hem gehaald, dat had ik echt niet verwacht. Holy shit. Er is... Oké, nu ga ik jou mentaal carryen, ja? Nee, ik ga jou niet carryen, ik ga jou helpen. Maar daar is een positieve mindset wel belangrijk voor, Sander. Heb ik niet naar Pokécenter gegaan? Ja, dat is niet heel slim. Met Giga Drain. Eerst sleep houden, toch? Ja, dat kan. Aan de andere kant, dat kan missen. Die Mienfoo is niet zo goed, hè? Hij is level 30, je bent 8 levels hoger. Oké. Hij doet Swift. Dat doet ook niet zoveel damage. Oké, ja, ik ben wel bulky geworden natuurlijk. Hier, dat bedoel ik. Omdat ik een Tangela meer ben. Maat. Dat vergeet ik eventjes. One hit, oké. Dat is wel een mooie meevaller. Die Tangrowth gaat jou heel veel helpen. Oh. Behalve tegen Hawlucha. Ja, en Toxicroak, ja. Ja. Maar heb jij een ice move op... Dat is niet voor Hawlucha, maar wel voor Toxicroak niet trouwens. Laat maar. Ik kan het proberen. I mean... Ja, maar hij is ook fighting. Dus dat heeft helemaal geen zin. Speed is redelijk. Welke Pokémon was nou dood gegaan straks? Zou Hawlucha heeft wel een hoge speed. Darmanitan. Welke van deze? Geen. Nee. Maar Darmanitan is ook dood, ja. Ja, of ik moet... Oh nee, Dwebbel moet ik sowieso niet doen. Die heeft wel een rock aanval natuurlijk, maar... Je hebt geen psychic aanval, hè? Nee. Op wie dan? Ja, reflect. Je hebt ook geen electric aanval, hè? Nee. Dat is een probleem. En wie heeft er een rock aanval? Kan... Ja, trouwens. Ja, wie heeft er een... Deze guy. Rock slide doet wel veel damage, alleen... Maar je bug. Bent wel bug, dat klopt. Maar hij doet wel veel bounce, ja. Dan doet hij wel veel bounce. Ja, dan wil ik dat echt niet. Als hij veel bounce doet... Ja, maar ik weet niet wat zijn fight... Als hij break doet dan... Ja, hij is wel bulky. Hè? Misschien dat je dat kan proberen. Misschien kun je Cloyster proberen. Kijk, want zijn... Defense 155.
Ik zou, ja, dat zou ik dan proberen. Ja. iShark ben ik ook nog als eerste. Vraag eens eventjes of dat... iShark ben je als eerst? Dan zou ik iShark doen. Maar die doet 40. Deze doet 25. Dus met 2 heb ik sowieso al 50 power, hè? En de kans dat die 3... Dat klopt, dat alleen... Dat die 3 wordt is redelijk hoog. Alleen, als jij altijd eerst bent met iShark... Dan kan je beter iShark doen, nu. Want als jij dat niet doet, dan heeft hij de eerste hit. En stel, hij killt jou. Dan ben je een klooster kwijt. En nu, dan kan je in ieder geval veel damage doen. Ja, misschien heb je wel een punt. Hier, de bedoel ik. Flying Press. Flying kan Press, oké. Okay. Is dat fight? Ja, dat is Flying Attack, toch? Nee, fighting. Dat is de fighting attack. Oh, oké, okay, dat had ik niet verwacht. Maar het was een crit. En je hebt Ice Shard, dat is priority, dan kill je hem. Killed. Want, ja, want hij is in de yellow en de yellow is onder half HP. Of precies half HP. Top. Tuurlijk. We gaan, we gaan halen, Sam. Dit gaat lukken. Kom op, we kunnen dit. Maar choke me, daddy. Oké. Okay. Luten, Purple Rain of Luten. Luten is denk ik bulky. Ja, veel sterker. Defense is een... En special defense hij doet is veel, wel een beetje... Hij doet veel foresight. Wat is ja, de... nee, oh nee. Nee. Purple Rain, bekijk hem maar, joh. Luten gaat in. De enige waar ik echt bang voor ben zometeen is Lucario. Oh, dat gaat... Oh, daar... Die gaat me inmaken, ben ik bang. Maar dat maakt niet uit. Ik heb wel sleep. Slim, dus. Oh mijn god, ja. Top. Dus voor Lucario kan het ook oprecht. Ik zou denk ik gaan drainen nu, denk ik, of niet? Ben je full drain, HP? Of ingrain en dan drain? Ja, dat kan om ook. Alvast te setupen voor... Wacht, wat kwam er nog meer? Toxicroak. Ja, dan heeft de ingrain nu nog niet veel zin. Zeg maar, ik wou dat doen om... de setup voor Lucario al te vast te stellen, maar dat is dan niet handig als Toxicroak nog komt, want dan ga ik hem sowieso switchen. Oh, hij wordt wel. Oké, Low Sweep is niet zo sterk. Dat is waar. En hij is weer yellow. Wel speed omlaag. Ja, maar dan doet hij weer Low Sweep. Oh, je bent nog sneller? What the fuck? Hoe kan je nog sneller zijn? Is mijn choke traag? Had ik niet verwacht. Ja, dat blijkt. Oké, nu komt de Toxicroak in. Ja. Dit wordt wel een dingetje. Had ik nu maar een ground type. Je hebt wel een steel type. Ja, maar fighting is super effect voor steel, denk ik. Dat is wel, ja, dat klopt. Maar bullet punch is super priority, heb ik geleerd. Dankjewel, Jordi. En Nando. Wie zei dat? Volgens mij zei Jordi dat. Dat ik moeilijk liep te doen, terwijl... Bullet seed gewoon, of bullet punch is het. Je hebt helemaal geen bullet punch. Oh, die heb ik niet meer. Oh, je hebt sweet sand geleerd voor bullet punch. Ja, dan maar iron hand. Reflect is wel physical, of niet? Daar weet ik niet, dat soort moves gebruik ik niet. Want als dat zo is, physical attacks for 5 turns. I mean... Ja, aan de andere kant, hij is ook super effective tegen mij, dus... En wat denk jij? Iron Head zal wel een neutral zijn, omdat het ook fighting is, denk ik. Ja, dan moet ik toch reflect, denk ik. Ja, vind ik lastig. Of sweet zijn en dan lower ik zijn dat zou ik niet doen. Accuracy, maar... Dat zou ik niet doen. Dan speel je het helemaal op de gok. Ik ga reflect. Hij doet swag. Oh! Okay. Nee, dit is niet chill. Ja. Dat klopt, het is niet chill, maar als je de Iron Head wel raakt, dan is hij dood. Zal ik dat doen? Als ik mezelf hit? Want van mezelf helpt die reflect niks, toch? Dat lijkt me ook niet, nee. Maar ja. Volgens mij is het van opposing. Ja. Ja. Kom op. Raak de Iron Head. Ja. What the fuck, het lijkt nu echt alsof hier, ik hop het verschillende drugs op heb, joh. Easy win, Sander. Nu zijn. Oké, nu moet je bedenken.
Hij kan wel fighting aanval, alleen je bent wel plus in attack. En je hebt een reflector. Ja, maar dat is bij Lieutenant ook, hè? Want dat is voor je hele team, toch? Oh. Reflect. Oh, dat weet ik niet. Reflect is voor je hele team. Ja, dat is een aanval die ik nooit gebruik. Reduce damage, trouwens. From physical attacks for 5 turns. Ja, wat dacht je dan? Ik dacht from opposing damage. Dus dan waarschijnlijk als ik mezelf had gehit. Had ik nog... Ja, ik denk toch echt dat ik Lieutenant moet doen. Oké. Follow your gut. En dan moet ik Sleep Powder. Hopen dat hij geen Vital Spirit heeft. Of snel wake up. Wake me up. Ik denk dat hij, ik denk dat zijn eerste aanval Swords Dance is. Power Up Punch. Dat vind ik een heel... Oh ja, trouwens. Hij attack van omhoog. Oké. Damn. Hij hit. Hij hit. Pas op, jongens. Deze man gaat winnen. Ingrain? Nee. Nee, ik zou Giga Drain. I mean, met Giga Drain heal je natuurlijk ook. Ja, je zal niet veel damage doen, denk ik. Oh, dat valt me echt niet tegen. Oh, het was een crit. Mij ook niet. Het was een crit. Ik dacht al, van, je doet echt veel damage. Wat zou Ancient Power doen? Stel, je krijgt de Omniboost. I mean, hij is nog asleep. De kans dat hij nu upwaked, dat is geen van Nederlands. Of Engels. Is laag. Kan. Fast asleep. Oké, dan vind ik het niet erg dat ik dit aan het testing ben. Kom op. Dat is Engels. Omniboost, 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 Omniboost. Oh jezus, dat doet niks. Oh, reflect were off. Okay. Oh ja, daarom deed die power punch trouwens ook niks. Hij lag gewoon Giga Boot Drain. Hij is nog steeds vast asleep. Oké. Dit is heel gunstig dat hij nog steeds vast asleep. Weer een crit? Is weer best wel veel. Nou, het was niet eens een crit. Oké. Ja, ik zou Giga Drain doen. Ik denk wel dat zij zometeen een potion gaat gebruiken. Oké, Metal Sound. Oké. Dan gaat je special defense omlaag. Hoe dom is die? Ja, maar special defense. Ja, Lucario is natuurlijk wel special defense ge. Oh. Ik denk dat hij eerst, hè? Ja, maar ik denk dat hij super potion gaat doen. Dan ben ik fucked, hè, want ik heb nog maar 1 Giga Drain. Ja, ik zou gewoon Giga Drainen. Ja, dat kan nee, ook. Omniboost. Dat kan ook. Omniboost, please. Hoe lekker zou die Omniboost zijn, jongen? Nope. Ah, damn it. Dan gewoon maar Giga Drain. Ja, of Sleep Powder weer. Ja, alleen dan moet je daarop hopen dat je hit, zeg. Ja, ja. Je moet zelf weten. Ik moet sowieso switchen. En als ik switch, dan is die Lucario heel eng. Dus dan denk ik dat Sleep Powder beter is. Ik heb weinig damage dat doet. Alleen dat is wel heel kut. Dat is attack. Ja, alleen. Dus ja, ik moet. Nice, je hit hem weer. Twee van de twee. Op zich. Best netjes. Giga Drain. Dan moet ik switchen. Dan moet hij alleen volgende turn echt niet waking up inside. Waking up inside. Oh, bijna, Sander. Je gaat hem halen. Dan ga ik Luftdisc. Ja, zeg maar, als ik die zou verliezen, zou ik niet huilen, zeg maar. En als ik de rest zou verliezen, zou ik wel huilen. Het enige probleem is als Luftdisc nu doodgaat omdat hij waking up doet, inside. Dat doet hij niet. Dus dat maakt niet uit. Water Pearls. Ja, want ik ben nog veel health, dus... Ja, en je bent sneller. Oh, en hij is... Confusion! Ik heb de RNG wel echt ja, mee. Ja, zit wel echt hoor. Mee hoor. Behalve de Omniboost, maar verder wel. Maar je hebt hem gehaald, dat is goed. Dus je hebt het ja, maar die Omniboost was ook... Zeg maar, stel ik had de Omniboost, had het niet heel veel betekend voor het aantal turns. Of het aantal... iets zeg maar. Het had in ieder geval niet veel uitgemaakt, denk ik. Die Omniboost. Behalve de defense. Ja, ook dat was prima te doen. Nu is mijn vraag, wil jij de cage match nog doen deze aflevering? Hoe lang zitten we? 25 minuten. Is goed. Ja?
Hoe nice! Waarom niet? The third cage match is upon us. Ik heb het nog. Ja. Nee, nou, ik ga niks zeggen. Ik weet... Soms moet je gewoon niks zeggen. Nee, ik weet alleen gewoon. Zullen we eventjes screenshare uitzetten? Ja. Boedoedoe. Oké. Ja, want. Jongens, ik kan jullie wel vertellen. Hij is op zich wel iemand die ik in zou willen zetten. En hij heeft het voordeel van zijn ability. En ik denk niet dat niemand dat weet. Oké, interessant. Ik denk dat ik deze Pokémon ga gebruiken. En dan hoop op het beste. Ik heb niet zoveel keuzes. Ik bedenk me net dat het niet slim was om te zeggen, want jij edit deze video's. Dus als ik hem niet besluit in te zetten... Oh ja, nou Sander, daar ben ik echt... Ik denk dat ik dat echt niet naar ga kijken. Oké. Even kijken. Is er een room voor Pokémon X en Y open? Ja. Oh, welke van die twee? Deze is open. En er zijn ook nog genoeg dingen. Oké, USA East, Pokémon X en Y. Server 2. USA East. X en Y. Server 2, ja. Ja, nice. Zie je mij? Ja, ik zag jou. Oh, Milan in, ja, natuurlijk. Thanks for waiting. To play match, single battle, confirm. Yes. Ah, ik vind dit zo lastig. Welke moet ik inzetten van deze twee? Ik wil nu je team... We krijgen nog je team te zien voordat we mogen inzetten, hè? Ja. We weten dan alleen de specs niet, maar dat wisten we sowieso natuurlijk. Ja, oké. Yes, dit is oké. Ik hoop dat ik hem win, omdat als ik hem niet win, ik echt een probleem heb met hoeveel Pokémon ik nog heb. Ik hoop dat ik hem win, omdat ik nog geen één cage match gewonnen. Dat klopt, maar je hebt wel een cage match punt omdat ik een keer gewiped ben. Ja, maar jij ook toch? Nee, ik heb geen cage match omdat jij geen punt omdat jij helemaal gewiped bent. Je bent nog niet helemaal gewiped. Ah. Battle start, doe ik. Please select. Oh ja, nu krijgen we te zien wat jouw team is. Het enige probleem altijd met cage matches vind ik dat als ik win, dan ben ik niet blij, want dan ben jij salty voor de komende twee afleveringen. Als het gewoon op een normale manier gaat. Kijk, als ik iets helemaal voorbereid, dan is het kut. Maar... Of als je lik doet. Ik zit heel erg. Een normal type. Ik weet niet welke type die Floette is. Dat vind ik jammer. Maar als ik zo kijk. Ah! Ik weet niet welke Pokémon ik in wil zetten, joh. Of ik moet echt een full 118 doen. 80, niet 18. Er zitten wel Pokémon bij in jouw team dat als je die inzet, dat ik geen mogelijkheid heb om te winnen. Hey! Oh, wat gebeurt er? Hij ging opeens weg. Misschien dat het te lang duurde. Maar jij zit nog wel in een battle. Ja. Oh, nee. Oké, ik doe even opnieuw een uitdaging. Het duurde gewoon te lang, Sander. Ja, sorry. Dat kun je eruit. Ja, dat zou in theorie zou dat kunnen. Yes. Oh, dat moeten we ook niet zeggen. Ah, ik zit... Oh. Maar we hadden nog meer dan... Zeg maar, de tijd was niet verlopen, zeg maar. Er stond time remaining. Die was niet verlopen, dus ik snap dat niet. Geen idee hoe het kan. Ik denk dat het dan deze is. First? Oh ja. Koffer. Ja. Ik denk dat dit de slimste is. Spannend. Er is eentje die je in kunt zetten. En dan wordt het oprecht nog wel spannend.
Oh ja, dit heb ik geen kans. Je hebt je niet Muk ingezet. Nee. Oh. Ja, ik moet het doen. Ik moet de kill maken. Het spijt me. Nou, dat is niet erg. Vind ik op zich... Nee, dat vind ik niet erg. Ja, ik moet dit doen. Like. Yeah. The ability. Ja, oh, dat doet nog helemaal niet zo heel veel. Maar goed, wel elke keer kans op een crit. Oh, je hit ook 5 keer, nice. Weet je waarom? Oh, omdat je die... Multiskill. Ah, nice. En dat wist ik. Maar dat wou je en net daarom... tijdens de gym ook niet zeggen, of wel? Ja, ja, ik zat ook... Zeg maar, we hadden het over de defense, toen dacht ik... Multiskill staat er echt recht naast. En in mijn hoofd was ik echt zo van... Please kijk niet naar. Ja, maar net tijdens die, met die gym, dat, je zei, dat we kozen tussen Ice Shard en... Ik wist het. Ja, toen zei jij van, ja, maar meestal raakt hij wel 3 keer, zei jij ook nog zo. Oh ja, ja, ja. In ieder geval, ja. Bedankt voor het kijken. Ik moest. Oh, wacht, voordat we de aflevering afsluiten. Sander, wat is je perk voor Cloyster? Mag ik kijken wat mijn DM's zijn? Ja hoor. Oké, ik heb niet een hele goede DM. Ik heb ook niet echt wild items, denk ik, die heel nuttig zijn. Oh, dat doet echt niks. Ja, dan ga ik, denk ik, voor... Sander gaat je de volgende aflevering vertellen waar die voor gaat. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Ja. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.